Hey, goedemorgen. Daar zijn jullie weer. Komen jullie helpen? Nou, goedemorgen allemaal. Dit is Eva. En Eva die komt ons vandaag helpen met het tandmaken van de jonge dieren. We beginnen met de konijnen. En dan gaat ze ze eerst vangen. Nou, dat gaat al heel goed. En dan gaan we er lekker buiten mee zitten. Nou, dan gaan we lekker buiten aan de picknicktafel zitten. Ga er maar bij zitten even. Zo. En we doen dit omdat konijnen, die moeten eraan wennen dat ze uit hun hok gehaald worden, dat ze verzorgd worden. Dat ze af en toe geborsteld moeten worden. Dat hoort bij het verzorgen van een konijn. En Eva kan dit heel goed. Eva is zelf lekker rustig. En dan blijft de konijn ook lekker rustig. Kunnen we weer bij je mama? Nou, dat gaan we doen. Hè? Kunnen we weer bij je broertje zitten? Zo. Ja, deze zijn er dus duidelijk nog niet heel goed gewend. Ik heb hem. Goed zo. Dus dat pakken, dat gaat wel wat lastig. Nou, ga er maar weer bij zitten. Ja. Oeh, die cavia. Kijk eens. Oh ja, die valt te slaan al lang. Niet van de tafel oprennen. Ik vind de camera leuk. Nou, zo zie je, cavia's zijn heel nieuwsgierig. Ja. We willen graag overal even kijken. Deze. Maar ze zijn nog wel een beetje onhandig. Ja, ze moeten nog even wennen aan dat ze bij de mensen zijn. Deze ja. Loopt wat meer weg als het konijn. Kom eens niet, boepie. Nou, deze is heel stil nu. Het verschil met cavia's en konijnen is, cavia's kunnen echt heel veel lawaai maken. Ja. Een beetje. Ja, piepen. Een beetje piepen, hè? Ja. Ja. Dus die communiceren echt met elkaar. Dat ja, zijn ook... en ook wel een beetje knorren. Een beetje knorren, kunnen ze ook. Ja. 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 Dat is wel grappig dat je dat zegt, Eva, knorren. Dat is wel ook wel guinea pigs. Guinea pigs, ja. En dat is in het Engels, is dat? Pig. Een varkentje. Een varkentje, ja. Oh, hallo. Ja. Nou, en er is nog een verschil tussen jonge konijnen en jonge cavia's. Jonge cavia's die worden geboren en die kunnen meteen lopen. Die gaan meteen zelf op zoek naar voer. En die hebben meteen haar. Die hebben meteen haar, ja. En jonge konijnen die worden echt heel kaal geboren met de oogjes dicht. Ja. En dan kunnen ze nog niks. En dan duurt het echt een weekje of twee voor ze echt uit het nest gaan. Maar cavia's die kunnen meteen alles. Ja, die zijn heel onafhankelijk van de moeder. Ja. Ja, maar ze drinken nog wel bij moeder. Ja. Nou, leuk dat jullie weer meegeholpen hebben. Eva die gaat de cavia terugzetten. Doeg! En leuk dat jullie hier zijn, want kijk, we zijn op de boerderij. Hebben we de kraan weer buiten staan. We kunnen weer eitjes kopen. En lekkere dingetjes, dus alles wat op de kraan staat is weer te koop. Dus verveel je, kom vooral gezellig langs. Tot ziens!